Inmiddels is de voorraadkast weer bijgevuld. Maar 2 weken geleden was deze kast nog zo goed als leeg. Door de financiële situatie waarin het CEOS verkeert, moeten werknemers elke dag weer creatief en extreem zuinig omgaan met de beschikbare medicijnen en hulpmiddelen. Want een buffer, die is er niet meer. In de afgelopen jaar is het zeker gebeurd dat je een lijn wil steken. Er is niet de lijn die ik wil hebben. Dus ja, het gebeurt zeker dat je af en toe miskrijgt. Ja, we zijn gewend om alles bij de hand te hebben, om mee te werken. En op een gegeven moment heb je gewoon niet alles bij de hand. En dan voel je je niet meer comfortabel in je vak. Je begint een beetje te zoeken van, ik kan het ook met dit oplossen of met dat oplossen. En dat is niet de bedoeling en niet de manier waarop wij zouden willen werken. Ja, de situatie is precair. Dat is het eigenlijk al heel lang. En het is dermate slecht geworden op dit moment. Dat we zelfs acute zorg met momenten dreigen niet goed te kunnen doen. Ja, wij zorgen er eigenlijk voor dat we elke dag on top of it zijn wat dat betreft. Dus we kijken echt naar de dingen die echt moeten, de acute zorg. Maar het komt voor inderdaad dat wij de dingen die we eigenlijk zouden willen doen volgens de guidelines niet altijd kunnen doen zoals de guideline dat voorschrijft. En dat we naar de omstandigheden de situatie wat anders moeten invullen. Ja, in de beste vorm heb je een bepaalde buffer waarbij je alles kunt plannen, waarbij je je voorraden op orde hebt, waarbij je systemen hebt die je dus kunt gebruiken om te zien, alles is voorradig, we kunnen gewoon netjes in plannen voor de komende week, maand enzovoort. Het probleem helaas is dat die buffers vaak onvoldoende aanwezig zijn, soms ook helemaal niet. En daarbij moet je met de dag regeren en kijken wat haalbaar is en wat planbaar is. We overleggen zoveel mogelijk met de Raad van Bestuur, houden korte lijnen met de inkoop, met de financiële directeur, met de algemene directeur en medisch directeur, om te zorgen dat we ieder moment weten wat is er in huis, wat is er niet in huis.